Hey, hallo! Vier studenten animatie en illustratie verdiepten zich in de wereld van een van de kunstenaars uit de collectie van het De Pont Museum. En naar aanleiding van het werk van deze kunstenaar maakten ze hun eigen verhaal in een eigen wereld, in de vorm van een one minute, een animatiefilmpje van 1 minuut. Het viel me op dat ze zich allemaal lieten inspireren door een werk uit het De Pont Museum, maar dat alle filmpjes uiteindelijk heel persoonlijk zijn geworden. Ik mocht alle studenten volgen. In dit filmpje volg ik Benjamin. Hij liet zich inspireren door de kunstenaar Thomas Schutem. Hi, ik ben Benjamin Meijer, een tweedejaars student op AKV St. Joost en dit is mijn project. Het kunstwerk waarop ik mijn video heb gebaseerd is Großer Respekt. Ah, groot respect. Oké. Okay. Großer Respekt gaat over macht en onmacht. De grote figuren in het midden moeten politici voorstellen die grote gebaren maken, maar er wordt geen aandacht aan ze geschonken door de mensen eromheen. Oh ja, dat zie ik. Ik zie dat jouw beelden van was zijn gemaakt, maar de originele beelden zijn van brons. Hetgeen wat me origineel ervan aansprak, dat waren dus de bronzen beelden. En die zijn dus gemaakt uiteindelijk in het begin met was. En daarvan had ik dus een hoop liggen en ik dacht, daar ga ik gewoon iets mee doen. Van de was maakte ik figuren van politici die expres erg dun of erg zwak waren gemaakt. Waarom heb jij de was dan laten smelten? Voor mij was het... Het begon eigenlijk puur uit het experiment van wat kan ik doen met was. En het eerste wat je eigenlijk bedenkt met was is inderdaad het smelten ervan. Het idee om de wassen beelden te smelten was vrij simpel. Ik wou het in de zon leggen of in een pannetje leggen. Maar toen kwam het idee om het met heet water te doen. Ik had niet verwacht dat de was naar boven zou drijven en het zo'n effect zou hebben. Dus de drijvende was had je niet bedacht? Wat een cadeautje! Door het uitvoeren van deze experimenten en door terug te kijken naar Thomas Schutters werk, kwam ik uiteindelijk op het werk wat ik nu heb. Zo heb ik gekeken naar de vorm van de wassen figuren. Hoe moesten ze eruit zien? Wat voor idee moesten ze geven aan de kijker? Ik wilde dat ze, net zoals bij Thomas Schutte, allemaal een uniek karakter waren. Maar om ze toch bij elkaar te houden, hebben ze bijvoorbeeld allemaal een stropdas aan. Ze maken grootse gebaren, als de politici in Thomas Schutte's werk. Ik ben gegaan voor de glazen potten, omdat het idee gaf dat ze dan vast zaten, ook al wisten ze het misschien zelf niet. Ze konden nergens heen. Dus door dit alles laat je eigenlijk zien dat ze die macht zo kwijt kunnen raken. Ja, ik had het idee om mensen in de achtergrond te laten lopen, die totaal geen aandacht schonken aan wat er gebeurt met de politici, om nog meer onmacht te geven. Uiteindelijk heb ik de beelden los opgenomen en heb ik ze afgespeeld op een scherm achter de set. Om dit als één vloeiende camerabeweging te doen, moest ik iets verzinnen wat dus mijn camera langzaam genoeg bewoog om precies, als je het fast forward, die 1 minuut te geven. Dit heb ik uiteindelijk gedaan door een systeem te maken van knacks met tandraden waar mijn camera vasthoudt en langzaam naar rechts beweegt. Wat tof om te zien hoe alles gemaakt is. Ik had maar 1 kans om dit goed te doen, maar 1 take, omdat het erg lang duurt om de wassen figuren te maken. Ook heb ik 5 verschillende speeches van politici genomen. En elke keer als er een wassen beeld smelt, heb ik er eentje weggehaald. Hey, ik hoor Hitler. En Trump. Ik heb vooral gezocht op heel erg harde, heel erg gebarende speeches. Mm-hmm. Dus echt van die grote dictators om echt te laten zien van die mensen willen hun macht, die mensen willen echt gehoord worden. Maar uiteindelijk, ook al hebben ze het misschien zelf niet door, kunnen ze er niks aan doen dat ze dus worden gesmolten. En het brengt ook eigenlijk het politieke gedeelte er een beetje naar voren, want zonder die geluiden zou het gewoon veel minder effect hebben. Maar nu is het jullie beurt. Zoek een kunstwerk uit in de pont. Zoek informatie op over de kunstenaar. Kijk wat voor ideeën en wat voor gedachten achter dit kunstwerk liggen. In mijn experiment heb ik veel gewerkt vanuit experimenten, dus voel vrij om dat ook te doen. Durf een volledig andere richting op te gaan. En vergeet niet om, als je het nodig hebt, gewoon vragen te stellen. Als je alle stappen die je maakt schetst, fotografeert of opschrijft, dan heb je aan het einde een goed proces waar je ook een making of mee kan maken. Succes!